Hij had al de lijmen, al de scharen en al de plakband. Oeh, je had al het knutselmateriaal. En waarom ben je dan boos? En ik had niks. En jij had niets. Er zijn heel veel conflicten in een kleuterklas. Het is heel rap gezegd van ja, het is goed, zeg maar sorry. Maar het is leuker dat je het onderliggende gevoel kan verduidelijken eigenlijk door naar elkaar eerst te luisteren. Samen naar een oplossing te zoeken. Maar mag je zomaar de blokken afnemen? Nee. Hoe kan je dan een win-win plan zoeken? Even veel blokken geven. Of ik ga naar Amina toe en ik vraag, gaan we samen iets bouwen? Ik gebruik de win-win tafel in de klas omdat ik heel belangrijk vind dat kinderen hun eigen conflicten kunnen oplossen. Dat ze zelfstandig zijn, dat ze weten van hoe moet ik ermee omgaan. Win. De win-win tafel is niet van jij krijgt je zin en ik niet, maar het is wel van iedereen is gelijk, iedereen moet een positieve oplossing hebben. Hoe voel jij je dan? Kijk eens, er zijn heel veel gevoelens op. Verdrietig, dan ben je waarom ben je dan verdrietig? Kinderen komen heel veel met al oplossingen, verdelen de blokken of we gaan samen spelen. Dat gaat heel snel, maar dat is niet altijd. Want je hebt ook soms kinderen die nog in de ik-fase zitten van ik wil het alleen doen, ik kan nog niet telen. En dan zeg ik ook eventjes van kijk, ga eventjes uit elkaar. Of nadien komen we dan wel samen en dan komen ze wel tot een win-win oplossing. Wat zou je nu anders kunnen zeggen? Dat hij blij is en dat jij blij bent. Er zijn kinderen die al rijper zijn, die dat heel vlot kunnen vertellen. Er zijn anderen die dat wat moeilijk hebben, die dat niet zo goed kunnen verwoorden. Maar dan is het wel leuk als anderen er rond staan, die dat dan meehelpen verwoorden. En zo nemen ze het dan toch ook wel op en leren ze van elkaar. Oei, maar hoe kan je daar een goed plan van maken, dat het win-win is? Samen telen. Samen telen, goed idee, samen telen. Om de beurten. Om de beurten. Ook als ik verhalen vertel, dan zie je heel snel dat kinderen gaan praten over de figuren die daarin meespelen. Van, oh, dat is een goede leider of dat is een goede win-win. Dat hebben ze goed aangepakt uiteindelijk. Dus ja, je ziet wel dat kinderen dat opnemen en toepassen. Dat is toch wel een heel grote meerwaarde. Win-win. Oké, dankjewel.